Heeft de interim directeur misschien nog de behoefte om, uh, alvorens we over de jaarrekening gaan praten, uh, een symbolische eet af te leggen? Een <laughs> symbolische eet? Nou ja, als je bedoelt, uh, een eten of de cijfers kloppen. Uh, ik durf te beweren dat deze cijfers kloppen. Ja, die we nu uh, uh, aangeleverd hebben bij de KNVB en die ook uh, door onze accountant uh, goedgekeurd zijn. Maar proeft u nog steeds een beetje dat cynisme? Ja, natuurlijk. Ik snap dat ook heel goed. Uh, de club heeft wat dat betreft uh, niet, uh, niet de allerbeste jaren achter de rug. Tja. Hij drukt zich nog altijd wat diplomatiek uit over zijn veelbesproken voorgangers. Onno Jacobs, de financiële man van FC Twente. Er is nog altijd veel schaamte in de grolsvesten voor het wanbeleid in de afgelopen jaren. Toch kan de club nu mede dankzij hem eindelijk vooruitkijken. De crisisfase hebben we op 17 juni, jongsleden, afgesloten. We zitten in een, op dit moment in een herstelfase. En vanaf, vanaf januari willen we graag weer echt, echt gaan opbouwen. Uit de jaarcijfers van het afgelopen seizoen blijkt dat FC Twente een winst heeft geboekt van bijna 8 miljoen euro. Maar dat heeft de club met name te danken aan de transfers en het rijke Twentehart van veel schuldeisers. Het bedrijfsresultaat was namelijk 7 miljoen euro negatief. Door het kwijtschelden van maar liefst 14,3 miljoen euro aan openstaande schulden, beter bekend als het crediteurenakkoord, kan de club een positief resultaat laten zien. De 14,3 miljoen kwijtscheldingswinst is natuurlijk eenmalig. Ik denk zelfs als we geen akkoord hadden gesloten dat de club niet eens bestaan had. Want dan hadden we ook de jaarrekening over het vorige boekjaar, 14-15, die eerst onwaar verklaard is. En later in de gewijzigde vorm is ingediend. Dan hadden, we, dan hadden we niet eens een jaarrekening gehad. De financiële situatie blijft broos. Zorgelijk zelfs. De totale schuldenlast bedraagt 78 miljoen euro. En daar komt mogelijk ook nog een miljoenenclaim overheen van de Belastingdienst. De FIOR doet namelijk onderzoek naar alle transfers in de afgelopen vijf jaren. Twente moet misschien wel rekening houden met een boete van enkele miljoenen na alle misleidingen en boekhoudkundige malversaties. Het onderzoek en de nasleep kunnen mogelijk nog maanden, zo niet jaren, duren. Jacobs kan en wil er niet veel over zeggen. De prioriteiten liggen nu vooral ergens anders. De situatie aan zich is nog steeds zodanig cruciaal dat als die gemeentegarantie er niet komt, ja, dan, dan komt de club opnieuw in een volgende crisis terecht. We hebben die garantie gewoon keihard nodig om, om onze schulden te kunnen herfinancieren. Nou, dat klinkt allemaal heel deftig. Wat ik er eigenlijk mee bedoel te zeggen is, als wij die 32 miljoen gemeentegarantie krijgen, en dan voor alle duidelijkheid, dat is niet dat wij 32 miljoen lenen van de gemeente. Nee, de gemeente gaat garant staan voor ons. Wij gaan naar een bank, een staatsbank, en daar gaan we een lening afsluiten van 32 miljoen. En met die 32 miljoen gaan we de bestaande lening bij de gemeente aflossen. Dat is een lening van 17 miljoen euro. En we gaan de resterende 15 miljoen euro benutten om andere financiers, die we ook bij deze club hebben, andere banken, andere financiële instellingen, om die ook af te lossen. En het grote voordeel daarvan is tweeledig. Eén, onze rentelasten die dalen significant. We gaan op jaarbasis 1,2 miljoen minder aan rente betalen. Dat is 100.000 euro per maand. Betekent dat dat we ook aan de, aan de aflossingssfeer gewoon een enorme ruimte krijgen in onze, in onze liquide middelen? En dat betekent eigenlijk dat we het herstel van de club dan verder kunnen voortzetten. En daarom spreek ik ook van een opbouwfase vanaf 1 januari aanstaande. De club van de 10.000 fans en de landskampioen van 2010 is er dus nog lang niet. Het verkrijgen van de gemeentelijke garantstelling is met de definitieve promotie naar categorie 2 bij de KVB nu de belangrijkste horde voor Jacobs. Het zijn ook de laatste hindernissen voor de interim directeur die per 1 december weer uitvliegt naar Rotterdam. Zijn rol in Enschede is straks na het meest turbulente jaar in de clubhistorie uitgespeeld. Als wij uiteindelijk uh, ook in categorie 2 ingedeeld gaan worden, wat ik verwacht, uh, de licentie behouden hebben en de gemeentelijke garantie ook kunnen inroepen, ja, dan uh, ga ik met een voldaan gevoel uh, uh, sluit ik uh, wat dat betreft mijn werkzaamheden hier af. Dankjewel. Okay.